Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. Dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Sterke Jerke. We beginnen onze uitzending met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark. Volgens mevrouw van Ark is het belangrijk om samen op te trekken voor het voorkomen en oplossen van schulden. Dit tijdens een conferentie op dinsdag 3 december bij Captain Don's Habitat als onderwerp Waakboseng, let op je geld. Mijn bezoeken aan Caribisch Nederland het afgelopen jaar hebben me overtuigd van het belang om de situatie voor inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. En dat geldt niet alleen voor het verhogen van de inkomens en het verlagen van de kosten van levensonderhoud in het kader van het eikpunt voor het sociaal minimum. Ook het verbeteren van schuldhulpverlening is van belang. Schulden raken veel mensen en kunnen tot ernstige problemen leiden. En het kan iedereen overkomen en we praten er niet graag over. Maar juist daarom is het belangrijk om samen op te trekken, om de inwoners van Bonaire te helpen. Voor het voorkomen en het oplossen van schulden is samenwerking noodzakelijk met alle stakeholders. En ik vind het daarom erg goed dat het Openbaar Lichaam Bonaire deze bijeenkomst organiseert om partijen bij elkaar te brengen. En ik ben ook blij dat zoveel bedrijven hun weg naar de conferentie hebben gevonden. Want er is ook een business case om schulden voor te zijn en aan te pakken. Naast het belang voor personen en gezinnen is er ook een belang voor bedrijven. En het voorkomen en het oplossen van schulden vergt niet alleen samenwerking, maar ook maatwerk. Het voorkomen en het oplossen van schulden kan pas werken als de aanpak past bij de lokale context op Bonaire. Het aanpakken van huurschulden door het woonteam is hier een mooi voorbeeld van. En daar moeten we op voortbouwen. En ik vind het ook belangrijk om schaamte weg te nemen en mensen te laten weten dat ze hulp kunnen krijgen als het nodig is. Schulden voorkomen en oplossen kan geen enkele partij alleen. Dat moeten we samen doen. En ik ben uiteraard ook bereid om hierbij te helpen en ik ga hierover graag met jullie in gesprek. In het kader van het project Waakboseng zegt de directeur van Stichting Fundación Casponeriano, de heer Ben Oljana, dat het bestrijden van armoede een taak van de verschillende wijkteams zijn om iedere huurder te helpen. Inderdaad, op een bepaald moment, bestuurcolleges, gedeputeerden, want er waren veel, hebben wij allemaal gekeken in dezelfde richting. En daarom kunnen wij vandaag zeggen van 1,2 miljoen dollar naar 60.000 dollar. Huurachterstand. Maar we zijn nog niet klaar. Helemaal niet. We hebben twee verorderingen, prachtige verorderingen door het Eilandsraad, godzijdank. En nu gaat Nederland huursubsidie betalen aan OLB, OLB betalen en FCB. En dan praten we over 1,2 miljoen dollar voor volgende jaar aan huursubsidie. Maar we praten alleen maar over 500 woningen van FCB. Wie denkt aan de particuliere woning, die heel veel mensen nog heel veel betalen en te veel. We zijn aan het bouwen, we bouwen op dit moment 70, 75 woningen per jaar. We hebben overeenkomst voor 500 getekend. Ik kan jullie vertellen, 500 woningen op Bonaire is niks. Ongeveer moeten we naar 1200 woningen. Op dit moment, Bonaire blijft groeien, dus alleen maar meer. FCB is rond, het is klaar. OLB moet gaan denken en het is afspraken gemaakt met de Rijk. 2021 komt ook huursubsidie voor de particuliere woning. Ik hoop het. Helaas, ik debatteerde niet, maar jullie zijn ambtenaren, stakeholders. Blijf maar schreeuwen, blijf maar zeggen. OLB samen met de Rijk, 2021 januari, krijgen ook particuliere huursubsidie van het Rijk, want dan pas gaan we inderdaad heel veel mensen helpen. En dat moeten we doen. Ik bedank zeker de woonteam. Het is niet makkelijk. Ik ben wel heel blij met het woonteam. Het was inderdaad een samenwerking tussen SZW, OLB en Rijk en FCB. Het voorkomen van huisuitzetting. We hebben een convenant getekend. En sindsdien, met vallen en opstaan, zijn we zover gekomen.
Het armoedeproblematiek is niet alleen FCW, het is heel Bonaire. Dus zo'n wijkteam moeten we straks niet alleen voor onze huurders, maar ook voor andere mensen, die hebben ook hulp nodig. Het grootste probleem zit bij AOV, mensen met pensioen. We moeten deze mensen helpen. Maar soms denk ik, wanneer gaan we eigenlijk echt lopen? Het duurt te lang, 2011 naar 2019, dat is wel 8 jaar. En nog steeds zitten we te praten over het wettelijke kader. Wanneer gaan we, de minimumloon gaat omhoog. Er komen rapporten van de ombudsman, meneer Van Leeuwen blijft komen. Wanneer gaan we het probleem aanpakken en het maken duurzaam? Afgelopen zaterdag 7 december ging een team van 5 jeugdprofessionals van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland, JGCN, met een bus de wijken in om het onderwerp kindermishandeling ter sprake te brengen. Afgelopen zaterdag zijn we de wijken ingegaan, een aantal van die wijken, supermarkt langs gegaan, in een gesprek met mensen gegaan over kindermishandeling. Ja, en wat wij hebben gezien is dat mensen het thema interessant vinden en noodzakelijk vinden. En wat frappant is dat wij ook zagen dat, dat mensen heel veel weten over fysiek mishandeling. Dat kunnen ze herkennen, maar psychologische mishandeling wat minder. Er zijn zoveel vormen van mishandeling. Ik zal even een paar zeggen. Wat ik zei, fysiek, hè, herkenbaar, slaan, schoppen, spugen, duwen, schudden. Dat zijn allemaal fysiek. Hè. Je hebt psychologische en dat is minder bekend. Maar dat is als kleinere van kinderen zeggen je bent niks waard. Met jou gaat het echt niet goed komen. En ook als kinderen geweld in huis meemaken. Dus ze hoeven niet zelf geslagen te worden. Maar als ze het zien, dat valt ook onder kindermishandeling. Je hebt ook verwaarlozing. Dat valt ook onder kindermishandeling. Een voorbeeld daarvan is als je kinderen niet naar school brengt. En zelf als je kinderen naar school brengt, weet je, zonder brood, zonder eten, onverzorgd. Als je kinderen, kleine kinderen, thuis alleen blijven zonder toezicht van ouders. Dat valt allemaal onder. En als je kinderen niet brengt naar hun belangrijke afspraken, zoals bij de psycholoog, naar de dokter en dat soort dingen. En dat is noodzakelijk voor hun ontwikkeling. En je hebt ook seksueel misbruik. Dus als kinderen worden gedwongen seksuele handeling te verrichten bij volwassenen. Als kinderen gedwongen worden in de prostitutie. En als kinderen ook erbij zijn als volwassenen, bezig zijn met seksuele handelingen. Het begint bij de bewustwording. Weten wat het is, herkennen de signalen. Ik zal je een paar signalen noemen waar je kan zien dat het gaande is. Bij kinderen zie je als kinderen heel stil worden. Bij drukke kinderen, dan zie je een tijdje, ze praten niet. Ze zitten in een hoekje, ze worden agressief, concentratiestoornis. Dat zijn signalen dat er iets aan de hand is. Het hoeft niet kindermishandeling te zijn, maar het is wel een signaal om te zeggen van ik ga in gesprek met het kind om te kijken wat er aan de hand is. Ik ga in gesprek met de ouders om te kijken wat er aan de hand is en wat kan ik voor hun betekenen. Het slaan van kinderen herkent men te vaak als kindermishandeling, maar de verwaarlozing en psychische mishandeling minder vaak genoemd en herkend werden. Nou, als je iets signaleert, zoals ik eerder zei, eerst in gesprek gaan met ouders en kinderen. Want soms denk je van, nou ik wil me niet bemoeien, het is hun zaak, misschien willen ze niet. Maar als je met mensen praat die hebben kindermishandeling meegemaakt, dan zie je dat ze toch zeggen van, nou, als er maar iemand was die met mij in gesprek ging. Weet je? Als maar iemand had gevraagd, waar komen die blauwe plekken vandaan? Waarom ben je zo somber? En kinderen, als maar de juf had gevraagd of de coach had gevraagd wat er aan de hand was, dan was mijn leven misschien anders geweest. En dan heb je ook andere instanties hè, die kunnen helpen, zoals jeugdzorg en gezinsvoogdij, je hebt CEG, IWO en zelfs ook de politie, die kan ook helpen. Maar niks doen is geen optie. Hè? Wij zijn degene, wij zijn de stem van deze kinderen. Hè? Wij zijn degene die iets kunnen doen. En daarom moeten we breken met die cirkel van geweld.
Er zijn gevolgen zowel voor de kinderen als volwassenen. Hè. Voor de kinderen zijn gevolgen zijn wantrouwen, ze vertrouwen mensen niet. Hè. En dat kan groeien tot volwassenheid, dat mensen andere mensen niet vertrouwen. En heb je ook dat ze groeien en dan gaan ze op zoek naar een relatie waar ook geweld erin komt. En ze gaan ook hun eigen kinderen ook mishandelen. Maar het is niet zo, ik geloof niet dat niemand hun kinderen wil mishandelen. Maar doordat je geen hulp hebt gekregen, hè, gebeurt dit. Het is nog niet verwerkt. En daarom is het zo van belang dat zowel kinderen als volwassenen worden geholpen. En dan kunnen we andere instanties kunnen iets betekenen voor deze mensen. Nou, mijn boodschap is naar iedereen, naar Bonaire, van laten wij stopzetten. Laten wij de stem zijn voor deze kinderen. Laten wij dan deze kinderen helpen door iets aan te doen. Door wat te doen, door wat te zeggen. Hè? En niet zeggen van, ik doe niks, want het is niet oké. Hè? Be the voice. Wees de stem voor deze kinderen. Zodat wij over een paar jaar een betere toekomst hebben voor onze kinderen. Want het zijn onze kinderen van Bonaire. Dus dat telt voor mij, maar dat telt ook voor jullie. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Op 14 december herdenkt de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Kerken op Bonaire dat het vlot Sterke Kerken 3 40 jaar geleden op de kust van Bonaire stranden met het einddoel Curaçao in inzicht. We zijn hier om verschillende redenen. De hoofdreden is, er staat hier een monument, ooit aangeboden door de bevolking en regering van Bonaire vanwege de stranding van Sterke Kerken 3 op de kust van Washikemba. Dat was in de nacht van 14 op 15 december 1979 en dat is dus nu bijna 40 jaar geleden. Wij gaan het aanstaande zaterdag 14 december herdenken bij het monument wat we vorig jaar hier met de ploeg van Sterke Kerken hebben gerestaureerd. Het monument was behoorlijk aangetast na diverse orkanen. We hebben dat vorig jaar gerestaureerd en nu gaan we dus 40 jaar na de stranding van Sterke Kerken 3 het aanstaande zaterdag herdenken om 3 uur. Jullie zijn nu bezig om een nieuwe Sterke Kerken te bouwen, Sterke Kerken 4. Hoe zijn jullie daarmee bezig met dit nieuwe Sterke Kerken? We hebben ontdekt dat met de Sterke Kerken 3 hebben wij geprobeerd aan te tonen de enorme verontreiniging van de zeeën, de oceanen met olie. En toen hadden we ook al in de gaten dat de oceanen dichtslibben met plastic. Prachtige uitvinding, plastic geweldig, maar ook een enorm blok aan ons been. Het is heel slecht voor de mensheid als wij zo doorgaan met plastic zoals we daar nu mee omgaan. De zeeën, oceanen slippen dicht met plastic, tot opgegeten door vissen die het aanzien voor plankton, omdat plastic helemaal uit elkaar valt in microplastic. Die vissen die worden weer opgegeten door grotere vissen, komen uiteindelijk bij jou en mij op het bord. Of er wordt vismeel van gemaakt en vismeel wordt weer door varkens gegeten. Uiteindelijk komt het dus ook weer op ons bord. Kortom, we zijn bezig onszelf te vergiftigen. Dus wij hebben besloten, gezien het enorme succes van de eerste 3 jerkens, een 4e te bouwen. Waarbij wij het stokje overdragen aan de jeugd, want we zijn zelf iets stout inmiddels om aan boord te stappen. Maar daarmee hebben wij in het verleden al ontdekt dat we heel veel aandacht kunnen genereren. Als we ergens met dat vlot een haven binnenvaren, dan loopt massaal de bevolking uit en ook de pers. En zo kunnen wij dus aandacht genereren voor het feit dat wij onszelf aan het vergiftigen zijn met al dat plastic. Wat is jullie einddoel, laten we zeggen, als die Sterke Kerken 4 jullie het hebben? Als je bedoelt varend het einddoel, dan weten we het nog niet. We zullen de eerste paar jaar, zodra hij gebouwd is en klaar is, en we denken dan in het jaar 2021... zullen we eerst een paar jaar de Friese wateren, maar ook de Noordzee gaan bevaren om daar aandacht te vragen voor het probleem. En mogelijkerwijs dat we zullen ook de rivieren opvaren, mogelijkerwijs dat we ook nog daarna de Middellandse Zee pakken. En uiteindelijk hopen we ook weer de Atlantische Oceaan over te steken, bijvoorbeeld richting Bonaire. Iedereen is uitgenodigd, graag zelfs. Het monument, het wordt aangegeven, mochten mensen nog niet weten te vinden, we kunnen het ons niet voorstellen. We hebben vorig jaar langs de hele route naar het monument toe oranje stenen geplaatst. Helemaal op de manier zoals Bonaire de richting en routes aangeeft. Wij hebben oranje stenen geplaatst met het logo van Sterke Kerken erop. Als je die volgt, dan kom je uiteindelijk bij Washikemba automatisch bij het monument terecht.
En daar nodig ik iedereen uit om aanstaande zaterdag om 3 uur aanwezig te zijn. We hebben een origineel Fries drankje meegenomen uit Nederland. Dus iedereen kan er ook nog een toast uit brengen. En daar zullen we dan de herdenking, zal de herdenking plaatsvinden dat het dan 40 jaar geleden is dat Sterke Jerke daar gestrand is. Het verhaal van de Sterke Jerke begint in 1974 als een vriendschapgroep uit de Friese hoofdstad Leeuwarden besluit een vlot te bouwen. Met deze eerste Sterke Jerke werden de meren en zeeën bevaard. Deze idee is ontstaan in 1974. We kwamen elkaar als een stel oud schoolgenoten, klasgenoten tegen in een bar aan een biertje. En vonden het zo gezellig dat we elkaar daar weer troffen. Het was oude jongens krentenbrood en we hebben gezegd, we moeten elkaar wat vaker zien. Hoe gaan we dit organiseren? En toen kwam het idee naar boven. Iemand zei van, nou, misschien moeten we een vlot bouwen. Dan moeten we dat doen, bouwen en dan gaan we ook varen. Dus dan treffen we elkaar gewoon heel erg veel. Ik weet nog dat ik de volgende dag wakker werd en dacht, nou, dat is leuk onder het genot van een biertje. Maar even later kreeg ik telefoon en er waren zoveel tonnen geregeld. En de eerste Sterke Jerke heeft nog geen 500 gulden gekost om klaar te maken. Die is gewoon van, letterlijk van wrakhout en oud materiaal hebben we die gebouwd. Daar hebben de Friese meren mee bevaren, hebben geprobeerd Engeland te bereiken, wat mislukt is. We hebben schipbreuk geleden op de Noordzee. Maar hebben toen wel besloten een nieuwe te bouwen. In 1976 hebben we een nieuwe gebouwd. Daar hebben we Engeland mee gehad. Hebben we voor de Tower Bridge in Londen zijn we langs gevaren. Daar is de Nederlandse ambassadeur die in Engeland gestationeerd was aan boord gekomen. En eigenlijk is daarna het plan geopperd van nou ja, nou willen we de oceaan ook over. Nou we de zee over zijn, willen we ook de oceaan over. En toen hebben we in 1978 zijn we begonnen met de bouw van de derde Sterke Jerke van uiteraard iets degelijker materiaal dan de eerste twee. En dat die degelijk genoeg was, dat blijkt. Want Curaçao hebben we dan niet gehaald, uiteindelijk wel, maar in eerste instantie niet. Want we zijn hier dus bij Washi Kemba in 1979 op de rotsen geslagen. Dat is de story zo'n beetje van de eerste drie Sterke Jerkes. En tijdens het reizen op het oceaan pakken jullie ook die de plastic, maar jullie doen ook daarmee onderzoek van waar komt dit plastic in? Nou, met die derde Sterke Jerke hebben we dus eigenlijk niks met plastic gedaan. Maar dat was nog in de periode dat de oceaan erg vervuild waren met olie. Dat is helemaal opgelost inmiddels. Hè. De olievervuiling komt godzijdank niet echt veel meer voor. Maar dat was in die periode absoluut een van de onderwerpen die hoog op de agenda stonden. Dat hebben we aangepakt. We hebben aangetoond door middel van een sleepnet wat we naast het vlot hadden geplaatst en elke dag werd dat geleegd en daar vonden we elke keer weer olieresten in. Dat is allemaal genoteerd, ook verzameld en zo konden we aantonen dat de vervuiling op de Atlantische Oceaan, maar ook op de Noordzee, dat die wel degelijk aan de gaande was met olievervuiling. De plasticvervuiling die we nu willen aanpakken was toen nog helemaal geen sprake van. Er was al wel wat plastic hier en daar, maar zo erg als het nu is, de beelden gaan de hele wereld over op dit moment. Er zijn veel initiatieven, godzijdank, gelukkig, om die plastic vervuiling aan te pakken. Want nogmaals, we vergiftigen onszelf. Op termijn gaan we er allemaal aan. Als we nu niet ingrijpen, dan komt het niet goed. En wij willen graag ons steentje daaraan bijdragen. 10, 11 en 12 december zullen de DSD Talent Experience plaatsvinden van Dance Sensation Dansschool. Dit zal plaatsvinden bij Jong Bonaire en dit event is 3 dagen. Dit is een andere opzet dan normaal, want normaal gesproken geven wij 1 kerstshow, maar dan krijgen de kinderen maar een paar minuten de kans om zichzelf te laten zien aan het publiek. Wij willen graag dat onze leerlingen hun talent kunnen tonen, laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en zichzelf ook gewoon echt kunnen presenteren. En daarom hebben we dit jaar gekozen voor lespresentaties. De leerlingen zullen ongeveer in een kwartier à 20 minuten laten zien wat ze dus het afgelopen half jaar hebben geleerd. Nou, dat is dus in 3 dagen. Op dinsdag hebben wij de onderbouw en de middenbouw. Op woensdag hebben wij de tussenbouw, oriëntatieklas en de bovenbouw. En op donderdag hebben wij onze vooropleiding. Elke dag beginnen wij vanaf een uurtje of 6 en de tweede show zal plaatsvinden om 19:30. En de entree is volledig gratis, dus kom kijken naar de show, want je kan zien wat wij in de lessen doen, wat voor progressie de leerlingen de afgelopen half jaar hebben gemaakt en je kan ze echt zien shinen on stage. Ja.
14 december hebben wij hier bij Casa di Talento hebben wij een kleine kerstpresentatie van onze allerkleinste en schattigste ADV-leerlingen. Vanaf 3,5 jaar tot ongeveer 5 jaar. Met als thema Merry Little Christmas zullen onze kleinste dansers stralen tijdens de show. Wij beginnen om 10:30 en ook deze entree is volledig gratis. 2019 was echt een ontzettend goed jaar voor Dance Sensation Dansschool. Wij hebben naast de reguliere lessen en hebben wij ook heel veel buitenschool samengewerkt met verschillende bedrijven, verschillende instanties waar we ontzettend dankbaar voor zijn. We hebben heel veel talenten zien stralen, het meeste uit onze talenten gehaald en 2020 gaan we gewoon weer knallend het nieuwe jaar in. Dus iedereen die in 2020 nog wil komen dansen, die graag dansles wil komen nemen bij Dance Sensation Dansschool, schrijf je in, want wij beginnen 6 januari weer met de lessen. Lokale ondernemers worden op grote schaal weggekocht op Boulevard Bonaire. Vanuit de overheid is er bovendien nog geen beleid om het lokale bedrijfsleven te beschermen, dan wel te stimuleren. Caribisch Netwerken. Op de boulevard van Bonaire zit Caston met zijn Cantiawa snack, oftewel de Million Dollar Bar. Omdat Caston $1 miljoen is geboden om zijn stuk grond af te staan. Nog maar enkele ondernemers op de strip zijn van Bonaireaanse afkomst. Volgens Ralf, die de familie grond op de boulevard ook niet wil verkopen, komt dit door oneerlijke concurrentie. 20.000 mensen met een beperkte kapitaal. Bedrijven, stukken grond, alles wordt opgekocht en ja, als je als eilandbewoner een bedrijf wil oprichten met 10.000 en dan komt hier een andere met 1 miljoen om datzelfde bedrijf op te richten, dan ja, heb je eigenlijk een oneerlijke concurrentiepositie. En dat gaat al 10 jaar zo en dit is het gevolg, weet je. Er zijn heel veel nieuwe ondernemers, maar dat zijn niet lokale mensen. Nou, ik vind het in principe, ik hou van concurrentie, het houdt je scherp. Dus daar heb ik geen moeite mee, maar sommigen komen echt agressief en hebben geen respect voor de onderneming op Bonaire, dat dingen anders lopen en dat we elkaar wat moeten gunnen. Dus meeste mensen die dat mentaliteit hebben, gaan ook heel snel weg. We hebben genoeg aanbod gekregen. Er is zeker heel veel vraag naar om het te verkopen. En het wordt steeds meer elk jaar, maar wij zien liever dat onze familie verder kan groeien dan één keer heel veel geld verdienen en dan daarvan groeien. Ik zie dat niet. Ik zie gewoon dit kan doorgaan tot mijn kinderen, mijn kinderskinderen, als zij het goed doen. Dan kunnen we gewoon voor de rest van ons leven hier gevestigd zijn en een mooi leven. Maar geld maakt niet altijd gelukkig, nee. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij het appartementencomplex behorende aan de snack Grand Parade aan de Calle Caranha is in de avonduren van zaterdag 5 oktober 2019 ingebroken in 2 appartementen. Tijdens de inbraken wordt onder andere contant geld, een mobiele telefoon en een tablet weggenomen. Op de volgende beelden zijn 2 mannen te zien. Uw hulp wordt gevraagd bij het identificeren van deze mannen. Op de beelden is te zien hoe de mannen het slot met een betonschaar doorknippen en gezamenlijk het appartement binnentreden en na enkele minuten weer verlaten. Herkent u na het bekijken van de beelden de daders? Of heeft u mogelijk informatie die naar de daders kan leiden? Neem u dan alsjeblieft contact op met de politie via 911 of 715-8000. Of anoniem via 717-7251. Koolstofemissies stijgen met 4% in China. 58% van de primaire energie komt nog steeds uit fossiele brandstoffen en het grootste deel uit steenkool. Al Jazeera News. China produces about 20% of the world's carbon emissions. Coal makes up around 59% of China's energy consumption. And thick smog can still hang over Beijing in winter as people light relatively cheaper coal fires to ward off the bitter chill. But in recent years, coal mines have been closed
and the building of new power plants has been restricted near heavily polluted areas. In the last couple of years, you see smog almost every day in winter. The pollution was very serious. But since last year, it's getting much better. The number of electric vehicles in China has been booming. The amount of investment that China has been making over the last 7 years in renewable energy has been significant. And the pollution levels from its power stations has leveled off. But despite that, China's emissions as a whole for the first 6 months of 2019 rose by 4%. China's wealthy middle class is being blamed. The surge in demand for new housing and infrastructure has meant more work for China's steel and cement factories and a rise in pollution. The result of that is overcapacity in industry, a lot of questionable infrastructure projects in other areas. So that's the part where there is space to build what you actually need, but stop building just because you want to create demand for more steel and cement and construction work. China has argued for years that it shouldn't be criticized for using coal to power its remarkable transformation into the world's second largest economy. I think China and at that time some other developing countries believe that this is our rights to develop, because they recognize that, yes, it's our rights to develop, but on the other hand, it's also about our rights for, you know, people's rights to breathe healthy air. The skies above Beijing may be clear more often, but while China's new middle class demand new homes, Chinese factories are likely to continue pumping out pollution. Rob Matheson, Al Jazeera, Beijing. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.